Goedemiddag, bijna goede avond. Ik sta hier midden in de polder, de Nederlandse polder. Directie van Royal Flora Holland. Ledenraad van Royal Flora Holland. Raad van Commissarissen van Royal Flora Holland. Het is natuurlijk fantastisch wat jullie allemaal proberen in een hele korte tijd te realiseren. Het project Floriday. En daar hadden we natuurlijk eigenlijk al een paar jaar eerder gebruik van moeten kunnen maken. En nu doen jullie dit midden in de coronatijd, nog iets sneller en nog iets harder als eigenlijk de markt op dit moment kan hebben. Persoonlijk ben ik meer een voorstander van het systeem wat draait in Heerongen. Dan heb je namelijk een combinatie tussen fysiek, digitaal en hou je ook de kansen open voor wat kleinere kwekers, wat kleinere handelaren en ook wat mensen die wat anders georganiseerd zijn. Je houdt namelijk een band met de hele sierteeltsector. En wat jullie nu doen, is je gaat keuzes maken. Maar je maakt ook keuzes voor een heel aantal partijen die daar niet optimaal in kunnen excelleren. Nog niet, waarschijnlijk over een paar jaar wel. En je kan ook niet blijven wachten dat hun zover zijn. Dus vandaar ook begrip. Maar ik heb geen begrip dat waar de consument en de klant van vandaag op zoek is naar beleving, dat jullie in het B2B model alles eruit halen en minimaal investeren om zaken goed in beeld te brengen. Het beeld is onvoldoende. Het laat onvoldoende zien welke kwaliteitsverschillen er zijn tussen kwekers. En wat je doet is je organiseert een soort eenheidsworst. En dat is iets wat je als kweker dan nog met een sterke marketing en naam moet kunnen aanpassen. Maar dat is alleen maar mogelijk voor een aantal grotere. En laten we eerlijk wezen, Stefan, de echte grote met grote investeringsmaatschappijen achter zich in het buitenland, zitten die echt te wachten op de plannen van Royal Flora Holland? Ik denk het niet. Dus voor de gewone kweker, van een hectare tot een hectare of 30, stel jezelf open, stel jezelf een beetje kwetsbaar op. En daarom wil ik eigenlijk gaan staan achter het voorstel van Pieter. Pieter die een tijdje geleden ook een vlog heb gemaakt. En ik denk dat hij daarbij het rechte eind heeft. Veel succes, veel wijsheid en stel jezelf open voor de hele sierteelt. En niet voor alleen dat gedeelte wat je zelf in je hoofd hebt. Dankjewel.